Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Vandaag geef ik 3 tassen weg. Vandaag is de prijsuitreiking. Ik kan er natuurlijk al een heel verhaal omheen gaan doen. Zo ben ik. Maar ik ga het proberen kort te houden. Gewoon een korte video, bam, 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 de 3 tassen eruit geven. En dat is het. Als eerste wil ik wel zeggen, aan de ene kant vind ik het een beetje dubbel, want ik geef 3 dingen weg aan 10.000 mensen. Ik probeer eigenlijk juist te laten zien dat ik alle 10.000 mensen te waarderen. Dus 3 tassen is een druppel op de gloeiende plaat. Mocht je niet winnen, want dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, mocht je niet winnen, treur niet, blijf lekker hangen, blijf lekker de Toy Soldier kijken en wie weet komt er weer een prijsvraag of wie weet komt er weer een keer wat. En als corona straks een beetje weggewaaid is, waar we toch allemaal een beetje op hopen, dan zal ik ook aanwezig zijn op zoekdagen en op evenementen. Dus dan is er ook een manier om elkaar te ontmoeten of om elkaar wat beter met elkaar te connecten dan alleen via een schermpje. Voor nu 3 winnaars. En dat doe ik via Random Comment Picker. Random Comment Picker, daar plak je je video in. Dan druk je op Collect Comments. Dus dan gaat hij alle reacties gaat hij bij elkaar verzamelen. En dan heb ik dubbele comments uitgefilterd. Dus of je nou 10 reacties hebt geplaatst of 1, er telt er altijd maar 1. Dus, en toen kwam ik uit op 588 reacties. Nou ja, dat is best veel. Op 10.000 is niks, maar het is best veel. 588 unieke reacties. En dan druk je op pick a winner. Dan gaat hij ronddraaien, bla bla bla. Heel mooi allemaal. Alleen dat is mislukt. De screen recorder heeft niet gewerkt. Dus, gelukkig heb ik wel screenshots gemaakt. Dan kan je zeggen, van dan doe je het gewoon opnieuw. Ja, dat kan. Maar dan blijft er altijd in mijn achterhoofd zitten dat de eerste 3 die gewonnen hebben, niet meer naar voren komen. Want hij gaat random wat pikken. Dus als ik dat opnieuw doe, dan heb ik dus 6 winnaars. En de 3 eerste winnaars hebben dan pech. Dus ik hou me eigen aan de 3 eerste winnaars en de screenshots komen in beeld. De eerste winnaar is Fred Segers. Fred Segers met de reactie, leuk voor je Ruud, maar je bent dan ook een voorbeeld voor ons, hobbyisten. Hoe drink je je koffie? Ik drink mijn koffie niet te sterk met een beetje melk. En daar hou ik je aan. De tweede is Miranda van Rijn. Gefeliciteerd met de 10k subs. We hopen ooit een keer met jou te mogen zoeken. Nou, ooit zal binnenkort worden. Want die kans is er nu. Miranda van Rijn. Kees aan de wiel. Kees aan de wiel is de derde winnaar. Gefeliciteerd Ruud. Ik wil heel graag een keer met je zoeken in mijn omgeving, Dordrecht-Brabant. En mijn collectie laten zien. Wilma en Gijs zijn natuurlijk ook hartelijk welkom voor een bakkie. Nou, gaan we kijken of we dat kunnen realiseren. Naar Brabant toe. Nou, 1 locatie weet ik dus al. Die andere 2 weet ik nog eventjes niets van. Wel dat ik een lekker bakje koffie krijg. We gaan het wel zien. Hoe kunnen jullie de prijs nou innen? Nou, dat kan via bijvoorbeeld Instagram of Facebook eventjes mij een berichtje sturen. Dat gewoon een privébericht. En dan hebben we contact met elkaar. Of je kan me even een e-mail sturen. Naar dit adres. Nogmaals, deze 3 bedankt voor het meedoen. Maar eigenlijk alle 588 unieke reacties bedankt voor het meedoen. Bedankt voor jullie support. Nogmaals. En blijf lekker hangen. Niet dat de prijs er nu uit is en dat jullie ook meteen weer vertrekken. Aan de andere kant hou je daar wel de echte mensen over. Dus ook dat maakt er niet zoveel uit. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.